Yo mensen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Maurice, ik ben hier samen met Niels. En wij gaan vandaag even een Eurotruck video opnemen. Daar is heel lang niet meer voor opgenomen. We hebben het weekend hebben we gestreamd. Dus met Eurotruck. Dus komen vaker streams aan. En waarschijnlijk ook wat paar keer weer meer uploads van Eurotruck. Dus super tof. Waar gaan wij mee, Niels? We gaan in ieder geval eerst even naar de ladingmarkt, denk ik. Ja. Dus arbeidsmarkt en dan zo ladingmarkt. Ja, ik ben er. Ik ook. Die heb ik niet. Venetië. Oh, nou, dan gaan we naar Verona. Ja, pak een Verona. Ik heb. Oh, bij mij ben je al 4 meter verder. Oh, nog langer niet, jongen. Je zit vlak niet meer aan. Ja, bij jou, maar bij mij niet. Oh, ik heb ook bescherm. Schrik daar eens ding aan, Rie. Nou, daarvoor knappen bij jou kon. Alsjeblieft, maar je kwam bijna meteen mijn voorbumper omhoog. Nou, bij mij kon het makkelijk. Oh, maar hetzelfde ding, ja. Ja. Of moet jij vervoeren dan? Rundvlees. Oh, ik geit koos. Maar daar moet ik niet in, talang. Oh, je moet naar de Baiwa zeker. Baiwa. Baiwa. Nee, is er nog wat zo as. Oh ja, dat is helemaal door beneden. Kom dat net? Oh, zet. Ik zat eigenlijk helemaal niet op de beeldschroep te letten. Ik zat in mijn achterbiet te kijken. Zag ik in één keer jongen aan kostuum. Hoe hard gaan? Nummer 85. Best. Joh, dag, neem Eurotruckie. Zeker. Ook weer een mooi. En we hebben nog wat te vertellen. Wat dan? Dat er vanaf dit moment staan de Nico Farm pennen op de website. Oh ja. Dus als je een pen wil, stuur ons dan een mailtje of stuur ons een DM'tje via Insta. Dan gaan we met elkaar praten en dan ronden we het even af. Dus precies. Als je dat wil, ik heb ook een beetje lag. Dan komt dat vast helemaal goed. Het mailadres zou ik even in de beschrijving zetten, dus ja. Never gonna make you cry. Never gonna dance to death. Never gonna care.
Ja, oh wacht even, ik moet nog even roepen. Zo jongens, we zijn er weer. We zijn hier met Buinhuizen, hè? Buinhuizen, baby. Een gewaar ligt nu, nou. Oh nee, spijt aan mij nou. Buinhuis project hier, hoor. Ja, wat? Ja. Maar nou de opnames dan mag ik nog even wat vertellen. Oh, ik heb geen brandstof bijna meer. Tot binnenkort de positie, want hij staat echt voor het rood. Ik heb ook bijna geen prut meer. Ik zunkie. Ja, oh nee, een tolpoortje. Damn it! Dat ga ik nooit redden. Ik ben net even voorbij. Ik zie het nou pas hoor. Ik heb het niet eens op led. Nee, ik ook niet. Oh, dan moet ik lukkie hem. Dan moet ik bij hem 110 gaan rijden. Ja, juist niet. En dan verbruik je meer brandstof. Oh. Ja, dat is toch logisch. Waar drie je nou dan? Ja, afrem. Ik remde af en ik zat aan de 40. Ja, ik was ook vol op de rem, joh. Ik reed in één keer 32. Weer zo'n dek weer aan. Nee. Zo. Nou, dan word ik in. Dan moet ik echt heel veel tanken nu. Ik ga hem weer vol worden. Ja, ik ook. Nou, 1180 euro kwijt. Hoeveel? 1180. Ik heb 700 en 1 sub-liter erin zitten. Ik heb 992 liter erin zitten. Ja, yeah, dan moet ik helemaal strand leeg. Ja, dat is verdrukt niet. Wat is het? Niks. Gewoon dat je zit blij. Ja, je bobbelt er weer over een bultje heen. Oh. Hoe ver nog? 190 kilometer. Oh, nou wil ik maar rustig gaan doen. Ja, ik hoop het. De game? Ja. Ja, ik ook. Maar ik kan ook wel mijn vrachtwagen wezen. Maar volgens mij is de krukas kapot. De krukas? Ja, maar ik kom. Oh, er staat weer een mannen hier in de hoogste weg. Ja, de gewoonlijk joh. Ja, mijn krukas is vast moe. Niet een versnelde bak? Ja, dat mag ook nog. Als je opschakelt, heb je dan ook raak? Ja. Dan is het versnelde bak. En ze zegt... Ja, dat is de versnelling bak. Maar nee toch. Ja hoor. Wat een rommel weer. Scania gaat de kapot. Nou, ja, zeg dat maar niet. Grapske. Vind ik niet zo mooi. Motor eruit, Chinees.
zet ik een groot licht naar hem. Zijn dan deze. Oh. Die zat te ver van mij af. Nou daar. Ja, nou zit je te dicht op mij. Hey joh, vanger joh. Dat heet een snoepje. Gelijk meer, Riek. Oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik gooi hem remmen. Volgens mij een beetje droog. Nee, je stuurbekrachtiger is kapot. Oh, dat is op win. Kan niet harder dan 90. Ik kan niet meer harder. Heeft ook niet. Ja, dat weet ik wel, maar ik kan niet meer harder. Hij blijft in de A10 hangen. Kijk jongens, ik ben Johan. Oh ja, die is op dek. Ja, spoiler. Johan, als je dit kijkt, voel je niet beledigd hoor. Ah, oh, maar hij weet wel dat we daar een schaapje per doen. In de week. Oeh, nana. Oeh, nana. Dat is 86 kilometer. Oh. Dan ben we de Bino. Dawa. Dan hebben we een mooi vraagje gedaan, jongens. Dit dacht ik. Helemaal mooi. Ik kan ook precies weten dat we in Italië zijn, hè? Jo. Met de kleur van een vangrail. Ja. Oh, ik zie het vlaggetje al. Oh, rammelding. Hij rammelt erover, man. Is niet een dikke vibrator. Niet best hoor. Nee, we willen ook met zoveel schade. Ja, nee, dat doe ik niet meer. Zoals je me straks ziet. Oh. Niels. Ja, ik kan ook niet. Oh, ja, de topbordje. Kom maar. Ja, hij betaalt gas. Oh, we nemen die bocht weer grootje. Nee, denk ik expres. Kom op, een bochtje om. Zeg je dat die stop dicht? Ja hoor, we zijn in Verona. Irritant als stoplicht, ja. Ja, we staan net stil, gaan ze weer op groen. Ja, maar we vol op de rem en dan gaan ze in één keer op groen. Zo,
Wie ben je? Ik doe ook een keer makkelijk. Ga ik hem even repareren? Ja. En dan gaan we door, want ik ben absoluut. Jawel. Dat doen we wel in. Zag je dat net? Yep. Oh. Ik dacht dat we door bij die Volvo dealer moesten winnen. Oh. Ja joh, hang een groot ligger in. Wie? Mafkeus. Ik hè? Nee, hier bij mij. Surface. Zo, helemaal weer mooi. Wat zit hier ga ik nou? Rechtdeur. Oh, door. Kruispunt nog even bij. Ja, ik dacht dat het hier was. Maar dat is die garage, kan je kopen. Ja. Die heb ik ook nog trouwens. Ik volgens mij ook. Als hij bruin is, heb je hem dan gekocht? Nee, groen. Zo nog even kopen. Kunnen we daar wel afsluiten? Kop naar Rito, nee. Ja hoor. Ik heb hem ook gekocht hoor. Ja? Bij mij is het groen. Oh, bij mij groen. Je zit ook klem. In die fan die wil hier ook heen. Ja, die wacht maar in. Ja, wat nou? Op donder G. Get out of the way! Wat domme. Daar ga ik. Dik hoor. Brutale vlegel. Je hebt hem in de achterhoek staan. Ja, nee, die Fender. Of heb ik. Oh, ik heb hem zelf in de achterhoek staan. Nou, gooi je gang maar.
Mensen, ik hoop dat jullie het super leuk vond. Vergeet dat natuurlijk zeker weten niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Gooi een smash in ieder geval een dikke blauwe duim omhoog. Druk een belletje aan, dan krijg je een melding als we weer live zijn of als er weer een nieuwe video online is. Check de website, daar staat een nieuwe pen op. Ik zal de mailadres van ons even in de beschrijving zetten. Want als je ons mailt en je wil een pen hebben of een t-shirt, dan kan je ons mailen. En dan gaan we het regelen voor jou. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Dus wij zeggen tot de volgende keer, Maria. Yo.